Hoe vaak doe je dit al? Even kijken, ik geloof al de 6e of 7e keer denk ik dat ik meedoe aan Univé. En ben je verrast door de opkomst of is die eigenlijk net zo groot als anders? Ja, het is wel eventjes een andere opzet natuurlijk, omdat alles in Almere is en normaal reist het door heel het land. Dus maar weer 3 keer uitverkocht, ja super leuk toch? Blijkt dus dat turnen, gimmen of hoe je het wil noemen, ontzettend populair is. Ja, ik denk vooral omdat alles hier bij elkaar komt, dat het zo leuk maakt. Dus ritmisch en acro, heren, dames turnen, dat maakt het denk ik extra leuk. Had je de tijd om de show te bekijken of had je te druk met jezelf? Gisteren heb ik wel veel ervan gezien, maar vandaag wel iets minder, want dan ben je toch iets serieuzer met jezelf bezig. En je moet ook wel leuke oefening neerzetten natuurlijk, dus ik zie eigenlijk niet heel veel van de rest. Hoe vond je de show of hoe denk je dat de show is? Ja, volgens mij wel, wel super mooi en wat sneller dan de voorgaande jaren. En volgens mij is dat wel, heeft het wel goed uitgepakt. Heb je hiernaast in de zaal ook gekeken of er veel talent is of heb je daar echt tijd voor? Wij zijn zelf na de pauze, dus ik kwam ietsjes later binnen. Dus dat heb ik niet kunnen zien. Maar ik heb wel gezien hoe het allemaal opgesteld is. En volgens mij is het wel een groot succes met de trampolines en de luchttumblings en zo. Wel heel leuk. Hoe vind je het zelf dit? Zelf? Ja, ik vind het altijd super leuk om te doen. Het is natuurlijk heel anders dan een serieuze wedstrijd of een training. Dus ik vind het altijd wel super leuk eind van het jaar. Het is altijd een soort van superleuke afsluiting, zeg maar.